Het is dit jaar de 35ste keer dat het telecommunicatiebedrijf Suriname Telesur jubilarissen en gepensioneerden in het zonnetje zet. De huldiging vond gisteren plaats in de ballroom van de Kamer van Koophandel en Fabrieken KKF. Bij de ceremonie huldiging van jubilarissen en gepensioneerden van het telecommunicatiebedrijf Suriname zijn 130 medewerkers en 19 gepensioneerden in de bloemetjes gezet. De huldiging was ter ere van personeelsleden die 12,5, 20, 25, 30, 35 en 40 jaren trouw gediend hebben bij Telesur. Harvey Panka, de voorzitter van de Telegraaf en Telefoonwerknemersorganisatie Suriname TTWOS, zei dat het bekend is dat de dienstjaren die de personeelsleden hebben doorlopen niet zonder ups en downs geweest zijn. Maar de moeilijke momenten hebben de medewerkers alleen maar gesterkt, waardoor ze nog beter zijn gaan presteren, zei Panka. U heeft bewezen uw hart op de juiste plek te hebben. En u heeft ook liefde voor uw bedrijf getoond. Het is daarom op momenten als deze dat het bedrijf u die waardering geeft. Samen met de directie zullen wij ervoor waken dat uw prestatie tot het winstgevend en beter maken van ons geliefd Telesur niet ongemerkt blijven. Jubilarissen, nogmaals gefeliciteerd en ga op dezelfde manier door met je inzetten voor ons bedrijf en ook deze manier en ook op deze manier voor land en volk. Aan de gepensioneerden wil ik zeggen, geniet van uw welverdiend pensioen. Wij die achterblijven hebben de plicht om door te gaan met het goede dat u achterlaat om het voortbestaan van ons geliefd bedrijf te verzekeren. Harvey Panka, voorzitter van de vakbond bij Telesur. Waarnemend directeur Mike Antonius feliciteerde de jubilarissen en gaf aan dat Telesur dit jaar ook zijn 35-jarig bestaan viert. Het hele jaar door hebben we diverse activiteiten gehad. We timmeren al 35 jaar aan de weg. Daarbij niet meegerekend de periode daarvoor van LTT. Heel bijzonder, we zijn niet meer weg te denken uit deze samenleving. En wij zijn nu voorbereidingen aan het treffen voor de komende 35 jaar. Want wij gaan alleen maar Telesur steeds meer naar grotere hoogten brengen. En daarvoor hebben we ieder die hier in de zaal is bij nodig. Ik wil u in eerste instantie vanuit deze plek de jubilarissen van harte feliciteren. De gepensioneerden van harte bedanken voor de inzet die ze verricht hebben gedurende hun loopbaan. En u gaat misschien wel met pensioen, maar u blijft ambassadeur van Telesur. En wij rekenen ook op uw ondersteuning. In welke vorm dan ook. Aldus Mike Antonius, waarnemend directeur van Telesur. Hij sprak gisteren tijdens de huldiging van jubilarissen en gepensioneerden van het telecommunicatiebedrijf Suriname.